Hier is Kaiman. Die is al in afwachting van de maaltijd, maar kijk, ze heeft zelf een kampvuurtje aangelegd tegen de muggen die er niet zijn. Ik zweet me kapot trouwens. En dan hebben we hier nog het vlees dat ligt te bakken. Ja, boven het kampvuurtje. En op de achtergrond horen we de krekeltjes. Even omdraaien, anders verbrandt het. Zo. Nou, even kijken. Ja, dat begint al een beetje gaar te worden. Eens even kijken of Kaiman in de tussentijd niet is weggelopen. Nee, die is er ook nog. Oei, alarm. En ik ben te lijden. Heb je er al zin in? Van wilde beesten. Van wilde beesten. Dat zijn krekeltjes. Nee. Luister. Helemaal alleen voor ons. En achter mijn rug daar heb je nog de douche, toilet, wastafel. Verborgen in het riet, maar dat kun je waarschijnlijk toch niet zien. Nee, daar is het te donker voor.